38 minuten is de stand voor de 0-1 voor Jong Ajax. Door doet het voor nummer 10, Victor Jensen. Dames en heren, extra stilzetten in deze wedstrijd. We vragen mensen 5 minuten. En dan is de stand voor de 0-3 voor Jong Ajax. Heel veel goed voor nummer 10, Victor Jensen. Anders har haft lidt problemer med at fange indtil videre. Det er også en af grunde til, at det ikke rigtigt at kunne få fat i Randers eller i Nordsjællands spillere. Ja, Sjællerup ind mod netop Victor Jensen, der kommer på skudhold. Victor Jensen afslutter i det lange hjørne. Og første gang, de forsøger sig efter Nordsjælland. Så er der mål. Victor Jensen tilbage i startopstillingen. Målscorer for anden gang i sæsonen. Og alle de tre forreste var involveret i det her. Ja, Victor Jensen, som jeg nævnte lige før, de har problemer med at få... Altså og få fat i ham, men det er altså Sjællerup, som sætter det her op med en fantastisk bold og første berøring fra Victor Jensen. Det skaber også en god afslutningsmulighed, og så sætter han den altså bare ind. Det er en fantastisk mål, det her. Og du nævner det, kan man ligne også med i det. Den her aflevering er god, den her første berøring er endnu bedre. Villersen i et godt gennembrud her. Det er godt ind mod Victor Jensen, tæt på, og han kunne komme til den. Magnus Kofod og Daniel Svensson med. Sjællerup, bandespil med Svensson på tværs. Oh! Den er styret i mål af Victor Jensen, og det er hurtige berøringer fra Nordsjællandsspillerne, der får bragt den 6. scoring i den her fodboldkamp, og den 4. til Nordsjælland. De bliver bare ved med at vise sig skarpe ind i Randersfeltet. Victor Jensen, dobbelt målscorer, ligesom Kamaldin Sulemana var det. Og det er bare en scoring af højeste karat, det må vi bare sige. En 1-2 ind i feltet på meget lidt plads. Og Daniel Svensson, som spillede en svag første halvleg, har været rigtig, rigtig, rigtig god. Ja, dan is de rechtsback van PSV uitgespeeld. Moet het voor Jong Ajax even snel door en dan ligt er misschien wat ruimte. Sambo is dus wel terug. Weet je ook PSV al helemaal in positie. Hier is de paas op Hansen, daar is de voorzet en het antwoord is dus nee. Het doelpunt daar van Jensen, heel goed uitgespeeld. En het begint allemaal bij de linksback. Het druk zetten van Jong PSV te laat. En dan ligt er zoveel ruimte. Hier komt Sambo. Die is gewoon te laat met het druk zetten. Dan gaat Baser heel makkelijk langs. En loopt PSV eigenlijk de hele aanval van Jong Ajax wat achter de feiten aan. Maar wordt het daarna natuurlijk wel feilloos uitgespeeld. Sambo. Jens is vrij. Van de Vin. Raakt hem even aan. James, nu niet. Daar is Ajax. Daar is de gelijkmaker van Ajax. Daar is het Victor Jensen die de goal maakt. In één keer mogen ze opstomen aan de rechterkant met Pinas. En dan is het Victor Jensen die zijn tweede van het seizoen maakt. De
Jensen zet de aanval zelf op. Van de Ven oordeelt niet goed. James is dan Pinas kwijt. En Jensen is sneller dan Van de Ven. En de man van Jong. Nu ontzettend spannend moeten zijn. Als die strafschop was benut door Veldmaten. Pinas. Balletje achter de stam en langs. En het is alsnog 0-3. Het doelpunt van invaller Victor Jensen. En daar waar Go Ahead keihard werkte om terug te komen in de wedstrijd, is het nu gedaan. En moeten de spelers van Jong Ajax het hier misschien iets rustiger aandoen. Hele goede goal, dat wel. Krijgt dus ook nog eventjes speeltijd. Hansen. Brobby. Jensen, randje 16. Nou, eerste balcontact levert gelijk een doelpunt op. Vooralsnog slechts eentje voor de statistieken, maar daar mag je best wel om lachen. Brobby behoudt goed het overzicht. Jensen kiest de uitstekend positie en rond dit met veel gevoel af. Vooralsnog een doekje voor het bloeden. Er zijn nog heel veel doekjes nodig om het bloeden te stelpen.